Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een badpak kunt maken. Dit heb je nodig. Je loom. Een haaknaald. En vandaag gebruik ik gele bandjes. Laten we beginnen. Je zorgt ervoor dat de rode pijl van je weg wijst. En als je die niet hebt, zijn de openingen aan de andere kant. Pak twee bandjes. Die plaats je van de linker eerste pion naar de tweede linker pion. Pak je weer twee bandjes. Die plaats je van de tweede pion naar de derde. Pak je weer twee van de derde naar de vierde. Pak je weer twee van de vierde naar de vijfde. Pak je weer twee van de vijfde naar de zesde. Pak je weer twee van de zesde naar de zevende. En de laatste keer pak je weer twee van de zevende naar de achtste. Dan doe je dat ook aan de andere kant. Dus zo. En dan heb je de zijkant gemaakt. Dit stuk. En dan gaan we verder. Je pakt de twee bandjes. Die plaats je van dit pinnetje naar dat pinnetje. Van de tweede linker naar de derde middelste. En ook aan de andere kant. Nu ga je het midden maken. Zo. Naar hier. Hier zo. Dus pak er weer twee. Doe je naar voren. Weer twee. Naar voren. Weer twee. Naar voren. Weer twee. Naar voren. Nog een keertje. En de laatste keer. En dan doe je twee elastiekjes van de linker pion naar de middelste. En ook van de rechter pion naar de middelste. Zo. Dan pak je drie bandjes. Die plaats je waar je bent geëindigd recht vooruit. En dan ga je een kepend maken. Van drie ringetjes. Flusjes. 1, 2, 3. En die plaats je op je loom. Het einde. Dan ga je de horizontale elastiekjes plaatsen. Hiervoor heb je 4 elastiekjes nodig. Nou, hier gaan we gewoon een omgedraaide driehoek maken. Hier ook. En dan het volgende. Doe je dat ook. Maar dan hou je hem nog even vast. Dan draai je hem om en dan plaats je hem nog naar het midden. Dan pak je deze. Die vouw je dubbel. Die plaats je hierop. En dan heb je alle elastiekjes erop gezet. En kun je beginnen met haken. Voordat je kunt beginnen met haken, moet je je loom omdraaien, zodat nu de rode pijl naar je toe wijst. En anders zijn de openingen aan jouw kant. Dan ga je hier bij de kepend, die duw je opzij en je pakt de 3 elastiekjes. Die doe je naar voren. Dan ga je hierin en je pakt de bovenste 2. Dat zijn die van de linkse kant. En die haak je naar die kant. Dan pak je de bovenste 2.
komen van de rechtse kant, die haakjes naar die kant. Pak je de overgebleven elastiekjes en die haak je naar voren. Dan haak je deze ook naar voren. Deze ook. Deze ook. Oh, ik heb er nog één bij gepakt die er niet bij hoort. Deze ook. Dan hier pak je de bovenste twee. Die haak je naar die jongetje waar die vandaan komt. Dat was links en dit is voor de rechterkant. Ga je er helemaal terug. En dan ga je de linkse kant helemaal haken. Je ziet nu dat hij hier los is geschoten. Dat maakt nu niet uit, maar ik zet hem wel even terug. Zo. En dan nog een keer naar voren. En dan nog een keer. Dan ga je dat ook doen aan de rechtse kant. Ik druk nu op pauze en dan doe ik dat ook en dan kun jij het ook doen. Ik heb nu ook de andere kant gehaakt. En nu heb je hierboven deze twee elastiekjes. Dan steek je door één kant je haak. Je zet er een elastiekje op en je houdt hem ook op je vinger, dan zet je de twee kanten erop. Je haalt het achterste lusje er overheen. En je zet hem heel even hierop. Doe je ook aan de andere kant. Ik zet hem hierop. Ik trek hem uit. En de achterste er overheen. En deze zet ik hier weer op. Nu ga ik hem aan de onderkant loshalen. Zo. En dan doe ik dat ook aan deze kant. Zo, en dan doe ik nu ook de middelste trein loshalen. Hier doe ik heel even mijn haak doorsteken. Dan pak ik weer een enkel elastiekje. Die maak ik hier doorheen. Achterste gaat er overheen. Zo heb je hier een lusje. En dan is het zo'n bikini. Of een badpak die je zo om je hoofd doet. Of zo.